In deze video examen 2024 tijdvak 1. Dit is HAVO wiskunde B. En we doen vraag 3, 4 en 5. De bloeddruk in een slagader stijgt en daalt wanneer het hart het bloed door de aderen pompt. Dit stijgen en dalen is een periodiek verschijnsel. En dat kun je dus benaderen met een sinusoïde. En als je het hebt over een sinusoïde, dan heb je het over de evenwichtstand, de amplitude. Je hebt de periode nodig voor C. En je hebt je horizontale verschuiving nodig, dus stijgen door de evenwichtstand. Nou, hebben we dus figuur 1. En die moeten we dus gebruiken om de formule op te stellen van de sinusoïde. Nou, dat gaan we doen. Nou, ik ga dus dat plaatje gaan gebruiken. En ik ga die toppen, die ga ik eventjes met rood weergeven. Halverwege hebben we dus de evenwichtstand. Dus het verschil is de amplitude. Stijgend door de evenwichtstand. Je mag natuurlijk ook een. Die ook wel gebruiken. Maar die kun je natuurlijk niet zo goed aflezen. Of die. Hè? Dus dan gebruiken we natuurlijk die. Dat lijkt me logisch. En dan moeten we ook de periode gaan berekenen. En. Nou ja, die kan ik niet zo heel goed aflezen. Die ook niet. Die ook niet. Maar die. Die kan ik heel goed, nou ja, heel goed, maar die kan ik best goed aflezen. Maar die zit namelijk net een beetje onder de 5,5, dus laten we zeggen 5,4. En ja, daartussen die groene lijntjes in, dan heb je dus in totaal 4 keer de periode. Dus zo ga ik het doen. Oké, nou, komt-ie. Dus we gaan de A berekenen, dat is dus je evenwichtstand. Dus dan heb je die toppen. He, moet je halverwege zitten. Nou, dan heb je dus je amplitude, dat is de letter B. Nou, dat is dus 120 min 90. Dan gaan we nu aan de slag met de periode. En ik heb dus 4 keer de periode. He, dus van hier naar daar. En dat verschil is namelijk 4,4. Dus dan is 1 keer de periode, is dan 1,1. En dan kan ik ook de letter C berekenen, want je doet dan 2 pi gedeeld door de periode. Nou, er staat dat je dat zo nodig mag afronden in het decimaal, dus laat ik dat maar gewoon doen. Dus ik pak mijn rekenmachine erbij en ik kom uit op 5,7. Nou, dan hebben we alleen nog de letter D hebben we nodig en dat is dus stijgen door de evenwichtstand. Dat is een makkelijke, dat is 1. Nou, wat betreft je periode, je mag er natuurlijk een klein beetje van afzitten. En op het moment van het maken van deze video is dat 0,05. In werkelijkheid verloopt de bloeddruk van een gezonde volwassen man die geen grote inspanning levert, niet helemaal als een sinusoïde. Nou, staat ook bij hoe dat komt. En hierdoor zijn in de periodieke grafiek van de bloeddruk de bovenste delen smaller dan de onderste delen. En dat zie je dan weer in figuur 2. Nou, een benadering, formule 1. En dan hebben we P gemiddeld, P minimaal en P maximaal. Nou, dat moet je even doorlezen. En uit die formule is af te leiden dat P gemiddeld bestaat uit een percentage van P min en een percentage van P max. En nou ja, we moeten dan gaan berekenen hoeveel keer zo groot. Nou, ik laat je eerst even zien wat de bedoeling was. En dat is het volgende. Je gaat de haakjes wegwerken. Dus je doet 0,33 keer P max. En je doet 0,33 keer de tweede, hè? Dus P min. En er moet een minnetje voor. Nou, en als je dat doet, is dit wat je krijgt. Dan heb je hier P min en hier ook. Dus die twee kun je met elkaar gaan verrekenen. Zodat je krijgt 1 min 0,33. Nou ja, en dan zie je ook dat als je die twee getallen op elkaar gaat delen, dan kom je dus uit op... Nou ja, als je een geheel getal moet geven, kom je uit op 2. Nou, wat sommige leerlingen ook hebben gedaan, dat is dan getallen gebruiken voor P min en P max. En ook dan komen ze uit op 2. Maar op het moment van het maken van deze video
weet ik nog niet of dat goed wordt gerekend. Hè? Dus daar kom ik op terug. Dat schrijf ik natuurlijk wel onderaan de video later, op een later moment. Het is bekend dat bij een hogere hartslag de gemiddelde bloeddruk stijgt. Nou, Formule 1 houdt daar geen rekening mee, dus we hebben Formule 2. Nou, en ook daarin staat P-min, P-max, P-gemiddeld en ook de letter H. Nou, dat neem je eventjes door. Een gezonde volwassen man heeft in rust een minimale bloeddruk van 80 en een maximale bloeddruk van 120. He, dus je weet P-min en P-max. Tijdens het hardlopen heeft hij een gemiddelde bloeddruk van 100. Nou, dan hebben wij volgens mij P-gemiddeld ook wel. Dat staat ook nog in de vraag. Bereken bij welke hartslag, dus we moeten H gaan berekenen, de gemiddelde bloeddruk 100 is. Okay. Dus we hebben volgens mij alle informatie om die formule 2 te gaan gebruiken. Dus ik stel voor dat we dat in formule 2 gaan zetten. Dus we krijgen P gemiddeld. Nou, dan hebben we P min. Nou, de H weten we niet, maar P max en P min wel. Nou, het is natuurlijk makkelijker om die formule eventjes om te draaien. Hè, dus je kunt wel beter dit doen. Dus ik gum dat daarvoor in eventjes weg. En dan maak ik gebruik van de balansmethode. Dus die 80 gaat naar rechts, overbrengen van termen. Hè, dus dan heb je 20. En ik werk dit eventjes uit. Dat is 40 namelijk. En dan ga ik de haakjes wegwerken. Dus ik doe 40 keer 0,33. En ik doe 40 keer 0,0012. Nou, dan doen we weer overbrengen van termen. Hè? Dus die 13,2 gaat naar rechts. Dat doe ik uit het hoofd. En dan ga ik links en rechts delen door het getal dat staat voor de letter. En dan ga ik ook eventjes kijken naar de vraag. Want er staat dus dat het in gehele slagen per minuut moet. Dus dat betekent dat ik er 142 van maak. En dan zijn we op het einde gekomen van deze video. Ik zeg tot de volgende keer.